had een heel moeilijke start met heel veel rood lichtpassages. We hebben dan heel snel acties ondernomen en ook specifieke oplossingen die we ter plaatse uitgevonden hebben. We hebben een procedure waarbij een bewustzijn bij de machinist ingebracht wordt, waarbij hij een formulier invult waar hij iedere keer voor hij een passage moet langsgaan die acties registreert. Dus het is een grote bewustzijnsidee in feite die toch zijn vruchten afgeworpen heeft. Dat wordt zeker ervaren als een hulpmiddel om stopdoenzijnde passages te voorkomen. Het is goed dat niemand alleen zich verantwoordelijk hoeft te voelen. Dit is een verantwoordelijkheid die we samen moeten nemen. De zaken die wij kunnen doen, de zaken die Prodo kunnen doen, maar ook de zaken die we samen kunnen doen. En het is altijd goed om te zien dat de andere partij ook acties ondernemen. Zodra er rood lichtpassages zijn, gaan we in overleg met ProRail en bekijken we de situatie en kijken of er iets aan te passen is weer in de procedure of wat er iets kan verbeterd worden en proberen we zo snel mogelijk te implementeren. Sinds dat wij dat ingevoerd hebben, hebben wij hier tijdens vertrekprocedure geen enkele stopteken en zijn passage meer gehad. Op veiligheid kan je maar één doel hebben. Door het lichtpassages, het doel is gewoon nul. Mag niet anders zijn dan nul.